Ja, zo, dit heeft al wat, denk ik. Kunnen altijd nog wat meer detail. Kijk, vanaf boven ziet het ook wel leuk uit. En dan moeten we hem nog een beetje zo gaan aansluiten. Hallo en welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. We zitten weer in Hardcore Survival. En wat ik vandaag eigenlijk even wil doen is lekker gaan bouwen vandaag. Daar heb ik zin in. We hadden natuurlijk vorige keer onze hondjes. Ik heb helaas de comments nog niet kunnen lezen, dus ik weet nog niet of jullie een leuke naam hebben. Maar het leek me leuk om even de laatste paar villagerhuisjes te bouwen. Zodat dat in principe even af is voor nu. Dan moeten we alleen dit wel even een beetje iets ruimer maken. Maar goed, dat is fijn. En ik wou eigenlijk even gaan kijken of we een leuk paadje kunnen neerleggen voor tussen de huisjes en naar mijn huis toe. Zodat het een beetje echt een dorpje begint te worden. Dat leek mij ook wel leuk om te gaan doen. Daarnaast, als ik nog tijd heb, wil ik ook nog eventjes diamonds gaan minen. Want ik wil binnenkort eigenlijk even kijken of ik op stream misschien of in de volgende aflevering even wat villagers kan fixen. Zodat we onze zwaard kunnen gaan enchanten. En zodat we ook een axe kunnen maken. Dus dat wil ik even gaan doen. Wat we ondertussen wel even kunnen doen is deze gozers even een baby laten maken. Maar ik vond dat het wel tijd was om eindelijk eens even een bouwaflevering te doen. We zijn natuurlijk vorige aflevering naar de Nether geweest. En ja, ik dacht dat het nu wel tijd was om eens even lekker te gaan bouwen. Ik weet niet in hoeverre we daadwerkelijk de materialen hebben om alles te bouwen. Want ik denk dat we nog. Ik moet sowieso even wat kobbel pakken. En volgens mij moeten we ook even wat spruce fixen. Ik weet alleen niet of we nog spruce in onze kist hebben liggen of niet. Maar dan moet ik even kijken. Kijk, en die spruce? Nee. Oké, dan moeten we even spruce gaan hakken. Dat is fijn. Doggo's. Ik hoop dat jullie een beetje leuke namen kunnen verzinnen voor onze hondjes, jongens. Oh shit. Onze dark oak is niet. Nou ja. Is fijn. We kunnen altijd nieuwe halen, eventueel. Oké, even wat spruce hakken, zodat we hopelijk genoeg hebben om te bouwen. Zo. Oké. Wat ik ook even wil doen. Nou, hoeft niet nu, maar. Want ik wil sowieso nog een farmer. En ik wil ook nog een cartographer. Uiteindelijk wil ik toch trial chamberen. Lijkt me wel leuk. Maar daar wachten we natuurlijk nog wel even mee. Maar. Oh, moet ik even mijn schild. Maar goed, we gaan nu lekker even bouwen. Dat is stap 1.
Ook goed. Alleen jij hebt al een baan. Ik weet niet wat jou... Hoe kom je aan een baan? Kut. Hoe komt hij aan een baan? Oh, is dat die stonecutter? Mason, wat is de... Ja, dat is stonecutter. Maar jij hoort nu geen baan meer te hebben, right? Staat er nog ergens een workstation dan? Ik vind het... Oh, is ijzergroot. Kut. Ja. Goed zo. Oké. Nee, niet terug. Oké. Het is wel vervelend die baby niet wil maken. Zo. En dan doe ik even dit. Want ja, als hij al een baan heeft, dan kan hij niet een nieuwe baan leren, zeg maar. Nee. Stop. Oh. Nee. Kut. Waarom blijft hij daar staan? Druk. There we go. Oké. Oké, dan moeten we jou even er weer terug in gooien. Zo. Wat een gedoe. Allemaal die baby niet wel, hè? Nee. Kut. Fuck. Oké, 1, 2. There we go. Oké. Wat een gedoe. Oké. Ik dacht even, ik ga even lekker rustig bouwen, maar... Oké, dan die en die. En dan kunnen we deze leren. Zo. Oké, we kunnen het wel proberen. Of hij een goede baan krijgt. Ik wil eigenlijk sharpness het liefst. Want dan heb ik... kan ik mijn zwaard mooi enchanten. Looting zou ik ook niet erg vinden trouwens. Silk Touch 13.
I mean, we kunnen die wel lokken. Oké. Zoek dat je boekie. Nice. Oké, top. Dan gaan we verder met bouwen. Dan kunnen we hier wel het een en ander hier weghalen. We kunnen wel even wat lanterns maken, zodat... Oké. Latching table, lanterns kunnen hier wel blijven. Bookshelves, rails. Een boekje. Ook hier blijven. Minecart ook. Zo, okay. De rest kan wel weg. Deze kan hier weg. Die kan hier wel blijven. Deze kan hier ook wel weg. Zo. Nice. Ik wil dit dan wel iets mooier hebben staan. Zo. Oké, top. Oh, wacht. Er moet nog wel één deur hier, want in die ene zit nog geen deur. Top. Kijk nou hoe leuk dat eruit ziet van op de bovenkant, jongens. I like it. Ik vind het echt cute. En kijk, als we echt nog villagers nodig hebben, kunnen we natuurlijk nog hier uitbreiden. Maar we hebben nog wel het een en ander aan ruimte. Oké, even mijn inventory leeg. Stonecutter kan wel daar. Ja, ik wil eigenlijk even een paadje aanleggen die kant op. Maar dan moet ik eerst een schep hebben. Dus laten we even een diamond scheppie maken. Ga ik eerst even uithakken waar ik ongeveer het pad wil hebben. Ik ga gewoon beginnen bij de village zelf. Oké, ik heb wel een idee. Wat nou als we een soort highway maken? Wacht even. Even. Als we een soort hier zo een soort pleintje, zeg, slash grote weg maken, zeg maar. Die wel 3 breed is. Beetje random, zo. En dan dat we vanaf de huisjes, zeg maar, allemaal 2 breed aansluiten. Of 1 breed. Dat is misschien dan nog wat moois. Zoiets? Is dat wat? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Oh, wacht. We kunnen wel alvast ook wat paadjes dan...
Kijk, want als je dan, zeg maar, zo bijvoorbeeld een paasje naar dit huisje doet en dan... Zo wordt het, zeg maar, een beetje een geheel. Ik denk dat het wel leuk is. Oké. Okay. Moeten we alleen straks even de materials verzamelen. Oké, dan kunnen we... even kijken hoor. We hebben deze kobbel en er zijn normaal steen en dirt nodig. Oké, dirt hebben we al. I mean, we kunnen wel alvast een beetje beginnen, denk ik. Oké, dan laat ik dit even hierin. We kunnen nog niet heel veel doen, maar... wel wat. Alright, there we go. Wat ook wel wel leuk lijkt, is om tuf in het pad te verwerken, zeg maar. Nou, wat ik meestal probeer te doen met paadjes is gewoon een beetje random plaatsen. Oh, dat werkt meestal het best. En dan daarna probeer ik nog een beetje diepte toe te voegen met... door middel van stairs. Zo, dit heeft wel wat, denk ik. We kunnen altijd nog wat meer detail. Kijk, vanaf boven ziet het ook wel leuk uit. En dan moeten we hem nog een beetje zo gaan aansluiten. Maar ik denk dat ik dat even voor een andere keer bewaar. Aangezien we al best wel wat gedaan hebben vandaag. Dan gaan we volgende keer verder met het. Of in ieder geval, ik weet niet of ik dat echt volgende keer, maar. In ieder geval een ander keertje gaan we verder met het pad. We hebben best wel wat gebouwd. We hebben in ieder geval onze laatste huisje gebouwd. We hebben een paadje gebouwd daar. Zodat het echt een soort dorpje wordt. Dus I like it. I like it a lot. Ik hoop dat jullie het ook leuker vinden. Ik vind het er leuk uitzien. Woehoe. Even kijken. Het ding is, ik wil eigenlijk nog wel even iets doen. We kunnen nog wel heel eventjes gaan minen misschien. We kunnen nog wel even kijken of we wat diamonds kunnen fixen. Ik heb nog zoveel leuke plannen, jongens. Ik wil de mine entrance ook nog mooi maken. Mijn netherportal moet dan nog mooi gemaakt worden. We moeten natuurlijk nog gaan trial chamberen. We moeten de... andere man nog, of de Ender Dragon nog verslaan natuurlijk. Nog genoeg te doen. Dus. One eternity later. Diamonds, yo! Diamonds, 1. Hallo? Ook wel zo. 3.
6. Kijk, dat is het toppen van Fortune Man. Normaal zou vond ik Tuff echt kut om tegen te komen. Nu denk ik, het zijn best wel mooi. Als je. Je hebt nu natuurlijk die mooie Tuff. Dus het is nu minder erg om het tegen te komen. Omdat je er mooiere blokken van kan maken. Oké. Okay. Nou, we hebben toch 6 diamonds. Het is niet waar ik op gehoogd had. Maar, weet je. Beter 6 dan geen. Zou ik zeggen. Ik heb weer geen bed mee. Chips! Ja, nou, dan moeten we dus even wachten tot het licht is. We kunnen ook... Ja, vind ik dat een goed plan. Oké, we gaan het gewoon proberen. Is dit een goed plan? Waarschijnlijk niet. Oh, is het een creeper? Oh nee. Go, go, go! Oh my god. Oké. Okay. Ik mag alleen niet slapen. But that's fine. Oké. Okay. Nou, het is wel een beetje vervelend dat ik niet kan slapen, maar het is oké. Okay. Ha! We kunnen slapen. Hij was weggelopen. Oké. Okay. Cool, cool. Burn, baby, burn. Het enige is dat creepers niet burnen, maar... That's fine. Zoveel skeletons ook. Oké, okay, ik ga hem hier afsluiten. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Laat het zeker een like achter. Laat zo vooral even je suggesties achter. Nogmaals, blijft elke aflevering zeggen. Wat we moeten doen, wat we moeten bouwen. Dat soort dingen. Of jullie het een beetje leuk vinden, de stijl die ik bouw. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Laat het zeker een like achter. Abonneer op mijn kanaal voor meer van deze video's. En dan hoop ik jullie volgende keer weer te zien bij een nieuwe video. Bye!